Mijn naam is Gerjan Schuurman en ik sta hier namens Downtown.nl. Hier heb ik de Capita Scott Stevens Pro. Pro-model van Scott Stevens dus. Een snowboarder en ik weet dat ik het vaker zeg, maar ga even kijken op YouTube en je zult zien dat hij een hele bijzondere boarder is eigenlijk. Probeert een hele hoop nieuwe dingen. Dat zie je ook een beetje terugkomen in zijn plank. Ten eerste gewoon een super vette plank. Heel strak eruit en ja, ziet er gewoon tof uit. Ten tweede, proberen ze dus een hele hoop nieuwe dingen ermee. Zo hebben ze hier bijvoorbeeld kurk in het board gemaakt. Wat het eigenlijk doet, is het is een soort kurk inlay rondom de binding. En hij loopt als het ware zo door naar achter. En die kurk zorgt voor demping en voor ietsjes meer pop. Zit natuurlijk ook bij de nose. En zorgt er dus voor dat hij veel meer dempt eigenlijk. Als jij wat harder een piste afgaat, die trillingen, die dempt hij. Harde landingen, harde impact, die dempt hij. Dat soort dingen proberen ze heel erg met dit board te doen. Nou, verder hebben ze nog aan de zijkant van het board ongeveer deze lengte en deze lengte. Daar hebben ze nog Cork Edge Damping System ingemaakt. Dus daar loopt ook nog wat kurk langs. En dat zorgt ervoor dat als jij op je staalkant zit, en je kent het wel dat je op een gegeven moment een beetje begint te stuiteren. Dat haalt hij er ook uit. Dat maakt het een wat comfortabeler en zachtere rit. Puur om hem nog even wel weer wat kracht te geven, hebben ze hem wel basalt strings gegeven erin. Die loopt van hier tot hier. En dat zit dan dus inderdaad bovenop die kurk inlay. En basalt heeft heel erg de neiging om weer terug te gaan naar zijn oude vorm. En dat zorgt er dus gewoon voor dat het board net wat meer snap krijgt, net wat meer pop. Zet hem ook natuurlijk in de nose voor de nollies of de switch ollies. Net hoe je het wil zien. Verder, het is echt een speels board. Krijgt een flex van ongeveer een 5. Een van mijn favoriete boards ook, moet ik zeggen, van Capita. Misschien wel mijn favoriete board van Capita. En wat heel tof is, is het is eigenlijk zij noemen het een Freedom Profile. En wat dat wil zeggen is dat het eigenlijk een flat is. Tot ongeveer 5 centimeter buiten de laatste inserts. En vanaf dat moment krijgt hij eigenlijk een beetje, krijgt hij al rocker. En dat zorgt er gewoon voor dat je een heel wendbaar, leuk, speels en vergevingsgezind board krijgt. Dat echt een absoluut beest is, trouwens ook op rails. En op medium kikkertjes en kleine kikkertjes. Hij heeft verder gewoon een sintered base. Dus mocht je hem ook indoor gaan rijden. Hij heeft gewoon een lekkere sintered base. Dus je hoeft geen zorgen te maken dat je de kikkers niet gaat halen. Je hoeft je ook geen zorgen te maken dat je op vakantie die paden waar iedereen aan het steppen is, dat jij er ook vrolijk bij staat te steppen met je super vette techboard. Nee, je kan er gewoon lekker voorbij, omdat jij hebt die sintered base erin zitten. En hij is lekker sterk. Niet ergens de rails mee pakt, daar is hij tenslotte ook gewoon voor gemaakt. Dus lekker sterk, lekker glad en hij absorbeert een hele hoop wax. Het is ook gewoon zelfs een genot om te waxen bijna. Nou, als we het toch een beetje hebben over railrijden en dat soort dingen. Hij heeft natuurlijk gewoon de sintered sidewall, ABS sintered sidewall. En dat zorgt ervoor dat hij heel veel klappen kan absorberen op de staalkant. Hij splijt niet meteen open, maar hij absorbeert die klap en hij gaat weer terug naar zijn oude vorm. Als je dat allemaal een beetje samengooit, krijg je dus het board wat ik al zei, wat een van mijn favorieten is. Misschien wel de favoriet van Capita, wat mij betreft. Super vet allround speels ding. Met een sintered base en stevige edges en gewoon die kurk die zorgt ervoor dat die net even iets anders is dan andere boards. En net even iets meer demping heeft ook. Dit is de Capita Scott Stevens. Het broek komt in andere kleuren met andere maten. Dus zorg dat je dat ook even bekijkt. En als je dan toch aan het kijken bent, kijk dan meteen. Je raadt het al inderdaad. Even wat YouTube filmpje van Scott Stevens. Dan zie je een beetje wat hij kan, wat de plank kan. En waar een beetje de plank voor gemaakt is. Zoals ik al zei, de Capita Scott Stevens. We vertellen je er graag meer over in de winkel. Of kijk even bij ons op de website downtown.nl.